Welkom bij Focus. Een nationaal park, dat is wat de stuurgroep De Maashorst voor ogen heeft met natuurgebied De Maashorst. Volgens haar behoort het park tot de top van Nederland en verdient het de status van nationaal park. Over dit onderwerp zijn te gast Geert Verstijlen als voorzitter van de stuurgroep en Jules Ieding, die zich als oud-wethouder van Os jarenlang heeft ingezet voor dit gebied. Welkom beiden. Ja, jullie zijn nu aan het onderzoeken als stuurgroep of een nationaal park voor De Maashorst dus mogelijk is. Is het niet wat hoog gegrepen? Nou, dat denken wij niet. Als je ziet wat hier tot stand komt, als het tot stand is gekomen en nog de komende jaren gaat gebeuren, dan zie je dat hier een groot natuurgebied gaat ontstaan van zo'n 3500 hectare met een behoorlijke biodiversiteit. Die ook uniek is in Nederland wat betreft wijsverschijnselen, archeologische verschijnselen die hier aanwezig zijn. Dat we zeggen van nou, wij onderscheiden ons zodanig dat we het bij de top horen en dan willen we ook die erkenning hebben daarvoor. Ja, dus jullie zeggen dit park verdient dit echt dus? U verdient het echt met die verstande dat we natuurlijk nog gaan verkennen, hè, de Nationaal Park. Maar ja, het moet voldoen aan een aantal criteria. Ja, nou, en daar voldoet het aan. Onze eerste onderzoekingen die zeggen van nou, als ik zo die criteria zie, dan zou dat moeten kunnen. Maar we gaan dat verder nog op een rijtje zetten, we gaan het verder uitzoeken hoe het precies zit, wat de procedure is, hoe het allemaal werkt, wat de voor's en tegens eventueel zijn. En dan nemen we op een gegeven moment een beslissing. Ja. Ik ga even naar u, want u bent als oud-wethouder en ook als oud-gedeputeerde ook intensief bezig geweest met de ontwikkeling in De Maashorst. In 2007 is daar natuurlijk heel veel kritiek op geweest, ook kritiek op uzelf vanwege de bosomvorming. Ja. Hoe kijkt u daar nu op terug, nu die bosomvorming al voor een groot deel heeft plaatsgevonden, nog bezig is en het misschien wel een nationaal park gaat worden? Nou ja, dat is wel een beetje dubbel. Ik heb er altijd in geloofd in die ontwikkeling met onze bosomvorming. Het blijkt ook in de praktijk dat de biodiversiteit sterk is toegenomen. Alleen het had zo natuurlijk nooit mogen gebeuren dat er zoveel mensen daar verontwaardigd over waren. En ja, zie het als een ongeluk. En dat is verder hersteld. Dus we moeten weer verder. Als ik terugkijk, een goede 10 jaar geleden stonden we eigenlijk met de rug als gemeentes nog naar De Maashorst. En nu hebben we al een jaar of 10, 15 intensief samengewerkt. En er ligt een groot investeringsplan van 53 miljoen. Dus alleen maar heel erg positief naar de toekomst toe. En De Maashorst presteert bovenmatig in Nederland als je het vergelijkt met andere nationale parken. Ja. En ik zei net al, u bent oud-wethouder en oud-gedeputeerde. En op dit moment eigenlijk met De Maashorst als vrijwilliger bent u daarbij betrokken. Ja. Kan dat eigenlijk niet loslaten? Hoe ziet u nou dat idee van dat dit een nationaal park gaat worden? Ja, ik vind het super. Ik sta er ook achter. Ik heb ook heel veel al uitgezocht. Volgens mij is er helemaal niks tegen het nationaal park. Zijn er alleen maar positieve kanten aan. We voldoen aan alle criteria, daar ben ik van overtuigd. En ik vind het heel belangrijk voor de streek ook. Noord-Oost-Brabant is toch een beetje grijs gebied. Wat is dan mooier dat in het hart van het gebied een nationaal park ligt. Met eromheen kernen. 170.000 mensen wonen hier. Die kunnen genieten van die natuur. En is belangrijk voor onze economie, belangrijk voor de natuur. Dus als vrijwilliger denk ik, nou, een mooie taak om daar een bijdrage aan te leveren. Ja, er werd net even gesproken over voor's en tegens. U bent daar heel positief over. Eigenlijk alleen maar voor. Want ja, de vraag is dus eigenlijk, wat heeft de regio eraan? En wat zijn uiteindelijk dan die tegens? Want daar had u het over. Nou, kijk, ik zie niet zo direct tegens, maar je moet voordat je zo'n besluit neemt even goed alles op een rij zetten. Van wat betekent het allemaal? En dat gaan we de komende tijd doen. Maar ja, wat betekent het nou? Wat is dat nou, een nationaal park? Nou, kijk, misschien wel het belangrijkste is wat Jules net zegt, is dat wij een gebied hebben als regio waar we trots op kunnen zijn. We horen tot de top van Nederland en laten we dat nou ook maar eens een keer met elkaar vaststellen en die erkennen ook met elkaar willen. Wij maar zijn wie trots. Zegt eigenlijk dat De Maashorst tot de top van Nederland behoort? Nou, dat kun je zien als je het gebied vergelijkt met andere gebieden in Nederland. Dat zal Jules beamen, dan horen wij tot de topgebieden van Nederland. Kijk, het is een voedselarm gebied, dus als je aantal soorten gaat tellen, dan is dat niet bovenmatig ten opzichte van andere gebieden. Het is, door die voedselarmoede heb je ook minder ontwikkelingsmogelijkheden van de natuur. Alleen rond die wijstgebieden, aan de westkant van het gebied tussen Hees en Uden, daar is het wel heel bijzonder. Maar wat er bijzonder hier is,
de inzet van alle mensen en alle partijen rond dat gebied, dat kom je op die manier eigenlijk. Maar dat maakt het niet tot een nationaal park. Jawel, we voldoen aan de criteria. Dus we hebben voldoende biodiversiteit. Daar ben ik van overtuigd. Ook met die wijst een bijzonder gebied. Ja, dat wijsverschijnsel dat heeft misschien een klein beetje uitleg nodig. Want dat is dus het unieke. Vraag het even nu, maar dat is het unieke van dit gebied. Ja, hè? Ja. Je hebt een. Het gebied stijgt, het is een horst, noemen ze dat. En aan de zijkant zijn slenken, daar zakt het iets. En juist op die grenzen treedt het water naar buiten op een hele bijzondere manier. En ja, dat is uniek in Nederland. En dat maakt het tot dat dit een van de nationale parken kan worden. Ja, dat is een van de criteria. Er zijn een aantal, dus de omvang, daar voldoen we aan. De biodiversiteit als criterium, maar het gaat ook over educatie. 17.000 leerlingen per jaar. Die gaan naar Slaabroek om te leren over de natuur. Je moet onderzoek doen. We hebben 100 vrijwilligers hebben hier 2 jaar lang onderzoek gedaan naar wat er allemaal voorkomt. En daaruit blijkt dus dat die biodiversiteit voldoet aan het criterium wat gesteld wordt. En verder moet je recreatief interessant zijn. Nou, er zijn tal van initiatieven op het gebied van recreatie. En ja, ik denk het belangrijkste is, ik heb er met veel mensen al over gesproken, op het Maasland Lyceum, bij de Rotary Club, bij de natuurverenigingen. En die mensen zijn super enthousiast en dat is een trots van wij hebben hier een mooi gebied en er wordt nog veel mooier, daar gaan we met z'n allen voor zorgen. Ja, maar wat verandert er nou? Want uiteindelijk komt er misschien alleen maar een stempel op, want het gebied ligt er nu ook en ligt er straks ook. Ja, nou, wat er veranderd is, dat je, als je nou bij de ANWB-winkel komt, dan ligt er een klapper, het Nationale Park in Nederland. Daar staat geen Maashorst bij en straks wel. Dat is een ringbandje, daar kan je een nieuw katern bij doen. En dan is dat een gebied wat in de brochures komt overal. En mensen uit Nederland en het buitenland, die gaan kijken, oh, naar Brabant, hey, Nationaal Park, de Maashorst. Interessant, daar gaan we eens kijken. En dat leidt, de ramingen zijn tot extra inkomsten voor recreatiebedrijven en zeg maar de middenstand in de dorpen van 300.000 tot 500.000 euro per jaar. Dus belangrijk voor de economie. Ja, dus dat trekt meer toeristen? Ja, dat trekt meer toeristen, ja. Economisch belang is dus dat het meer moet op gaan leveren? Nou, dat is een gevolg. En werkgelegenheid is denk ik belangrijk voor onze streek. Er verandert heel veel op het gebied van werkgelegenheid. We zijn allemaal aan het zoeken, wat is de toekomst? Voor de landbouw, maar ook voor de natuur. En dan is dit een van de mooie dingen die plaatsvindt in en rond de Maashorst. De schil rond de Maashorst vooral, ook van belang. Ja. Kijk, daarbij is niet alleen natuurlijk toeristisch interessant dat mensen hierheen komen. Maar ik denk dat het ook interessant is voor het gewoon werk- en leefklimaat van dit gebied. Ik denk dat het voor de promotie van Os, Bernhees en alle kernen omheen, dat het heel goed is om zich te afficheren als, kijk, wij zitten aan de rand van het Nationaal Park. Dat trekt ook bedrijvigheid aan, dat betrekt mensen aan om hier te komen wonen. Het is gewoon, het draagt bij aan de vitaliteit van dit gebied. Ja, u bent nog bezig met dat onderzoek, hè, of dit het nou wel of niet gaat worden. U zei net al voor zijn tegens, maar die tegens die horen we niet. Stel, we wonen in dit gebied, wat betekent dat nou voor die mensen die daar wonen of de bedrijven die daar zitten? Als we praten bijvoorbeeld over een monument, mag er in één keer heel veel niet. Is dat bij een Nationaal Park ook? Nee. Nee, dat is zeker niet het geval. Kijk, we moeten zien, uit die titel van Nationaal Park, moet je zien als een soort kroon op het werk. Het gaat niet zozeer. Het is gewoon dat we nemen een aantal maatregelen. Een maatregelenpakket, zoals Jules straks al zei, van zo'n 53 miljoen euro. Dat leidt tot een heel vitaal mooi gebied. En als we dat dan ook zijn, dan willen wij ook daar die status hebben. En dat is dan Nationaal Park. Ja. Maar voor de bedrijven betekent dus recreatiebedrijven extra inkomsten. En die recreatie moet je vooral opvangen in de rand van het gebied. Dus al de mensen die daar wonen, die hebben daar geen last van. Die worden niet overlopen of wat dan ook. Dus ja, ik zie eigenlijk helemaal geen problemen. Nee. Maar je moet het goed verkennen en iedereen spreken, dat snap ik allemaal wel. Maar ja, en dan wordt er dus, u noemde het net al even, 53 miljoen in zijn totaliteit door verschillende partijen geïnvesteerd in dit gebied. Maar eigenlijk, op dit moment is het natuurlijk zo dat het natuurbeleid gedecentraliseerd is naar de provincie. En eigenlijk is het heel onzeker hoe het gaat met de nationale parken. Want ze krijgen minder subsidie als het gaat om recreatie voor wandelpaden, ruitenpaden, fietspaden. Hoe moet dat, nu even is er 53 miljoen, maar hoe moet dat in de toekomst? Nou, ik denk dat met de bestaande middelen, die zijn er nu ook al, kun je het gebied beheren. En wij denken dus dat beheer ook goedkoper kan. Als straks het gebied volledig is aangekocht, dan kunnen daar grote grazers in. En dat kan van koeien tot edelherten gaan. Dus dat moeten we ook allemaal uitzoeken. En als je die dan inzet, heb je veel minder arbeidskracht nodig. Dus dan kan je beheer ook efficiënter doen.
wordt het nog veel spannender, de natuurgebied. En aantrekkelijker voor mensen om er naartoe te gaan. Ja, komen er nou extra kosten bij als er een titeltje natuur een nationaal park op zit? Nee, dat is het ook. Hè. Je moet het niet doen om het geld. In het verleden was het inderdaad zo dat het ministerie die had extra geld over nationale parken. Dat is niet meer zo, in ieder geval veel minder. Je moet het in ieder geval niet voor doen. En we doen het er ook niet voor. We zullen het er ook niet voor laten, laat het ook helder zijn. Maar het gaat om ons, om de erkenning van het gebied en de herkenning van het gebied naar buiten toe. En als het eventueel wat extra geld zou opleveren, nou, dat is mooi meegenomen, maar dat is geen reden om het wel of niet te doen. Dus u ziet het echt, zoals u net eerder zei, als een kroon op het werk? Als een kroon op het werk. Ja, zo ziet u het ook. Ja, ja, als een kroon op werk, maar ik vind die economie wel belangrijk en het vestigingsklimaat. Het zijn allemaal factoren die genoemd zijn. En dat werkt echt zo bij grote bedrijven. Wat is er in de omgeving te zien? Is er een schouwburg? Is er een museum? Ja, gelukkig nog in Os. En dan, ja, er is ook een mooi natuurgebied, een nationaal park. En dat is een internationaal begrip wat mensen interessant vinden. En dat kunnen we nog veel mooier maken. Ik had het met de aannemers over. We moeten een wedstrijd doen tussen al die kernen rond de Maashorst. Wie maakt de mooiste toegangspoort tot het gebied? Staat daar nou eens een roestig sleuteltje ergens bij Herpertuin? Nee, echte poorten zie je in het buitenland. Hè? Waar je denkt, van nou... Van uw uitstraling hebben. Ja, er moet meer uitstraling ook krijgen. Ik denk dat dat voor iedereen leuk is. Nou, rommel je een beetje het gebied binnen. En wat verwacht u in de toekomst? Wat moet dit worden? Moet dit een soort tweede Hoge Veluwe worden? Want er werd net al gesproken over grotere dieren. Nee, we moeten niet ons vergelijken met andere gebieden. We moeten gewoon vanuit onze eigen ambities gaan werken. Maar hoe het eruit gaat zien in de toekomst is natuurlijk toch, en dat is al beschreven, heel duidelijk, een natuurkern met name aan de randen een bosgebied met heel divers bos. En in het midden wat open vlakte waar inderdaad heel veel grote grazers zullen zijn. Ja. Ja, belangrijk is, doordat het nu een groot gebied is, kun je natuurlijke processen en werk weer laten doen. En dan gaat het om het sluiten van de voedselkringloop. Daar hoort dood hout bij. Dat is een fase die in het grootste deel van het bos niet is. Dus niet zomaar voor de lol, maar omdat het goed is voor de biodiversiteit. Het herstel van het watersysteem. Nu wordt er veel beregend en water onttrokken op de Maashorst, waardoor die kwel veel minder wordt. Dat wordt hersteld. En daar hoort ook bij begrazing, waardoor er veel meer structuur in de vegetatie ontstaat. Dus dat is niet koetjes in het bos omdat dat zo leuk is. Zeker leuk, maar het gaat erom, ze hebben een belangrijke rol in het beheer van de natuur. Ja, en u bent beide positief erover en uiteindelijk is het dus gewoon een status die erbij komt. Ja. Tot slot nog even, we hadden het net al even over de Hoge Veluwe. Daar moet nou zo'n wat €14 betaald worden om binnen te komen. Wordt dat hier ook het geval? Ja, er zijn geen enkele plannen in die richting. Nee, het is nog steeds gratis toegankelijk voor iedereen. Ja hoor. Het moet zo blijven. Ja. Ik bedank u beiden voor uw komst. Tot zover Focus. Wilt u nou meer weten over de Maashorst, dan kunt u terecht bij DTV Gemist op onze website. Daarop staat een driedelige serie over de Maashorst. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.